Sigrun Plus is een stichting die 10 jaar bestaat in Zuidoost. En wat we doen is dat we wekelijks bijeenkomsten organiseren voor bewoners. Waar ze kunnen oefenen met taal, met computer. En sinds een paar jaar hebben we ook leren budgetteren erbij gedaan. Dat mensen die kwamen en ze hadden het soms erover als we naar vroegen. Soms weinig geld of toestanden, geen netwerkje. Dus dat hebben we dan opgenomen in ons aanbod iedere week. Want als iemand een stadspas heeft, dan weten we heel vaak, die heeft een smal budget. En dan gaan we met elkaar kijken naar welke activiteiten zijn er die de mensen wel kunnen bijwonen. En we gaan met ze op pad. We gaan met de groen-grijsbus op pad. En we gaan naar theater voor 2,50 soms. Nou, wat wil je nog meer? Als je arm bent, hoef je je niet te schamen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is om te weten. Je kunt altijd met iemand over hebben van hoe je je voelt. Omdat je weinig geld hebt, geen contacten hebt, niet weet hoe je het moet rooien. Ik denk, praat altijd met iemand over. En als je niet weet met wie, loop een buurthuis in. Want daar zitten altijd mensen. En er is altijd een muur met allemaal informatie. Vaak in het Nederlands, maar achter de balie spreken ze ook wel Engels. Bij Sigrun Plus zijn we nu met 12 vrijwilligers. Wat we doen is dat we onze ervaringskennis ook inzetten. Om de bewoners die bij ons komen, om ze te begeleiden, te ondersteunen bij wat ze nodig hebben. Iedereen in Zuidoost, doe je ogen open voor alle verborgen schatten die er zijn. Want er zijn heel wat.